Erwin van der Looy, vorige week de wedstrijd tegen FC Utrecht. Had het je verbaasd als je met een 2-1 overwinning daar van het veld gestapt was? Verbaasd is weer wat groot woord. Ik denk dat we dan wel iets te veel hadden gekregen. En nu hebben we misschien iets te weinig gekregen. Want zeker de tweede helft vond ik ons wel... ging het de kant op wat je graag wil. Waren we rustiger aan de bal, konden we de bal langer houden. Gaven we weinig kansen weg eigenlijk. En net als je denkt dat je de wedstrijd onder controle hebt, krijg je een goal tegen en moet je erachteraan. En daarna krijg je twee dotten van kansen. Die misten we helaas. Dus een beetje dubbel gevoel aan die wedstrijd overhouden. Dat vond de eerste helft namelijk niet goed genoeg. Vond ik ons veel te voorzichtig. En veel te veel ontzag tonen voor de tegenstander. En de tweede helft zie je, als we dat niet doen. En dat is niet de eerste keer dat we dat doen. Maar als we dat niet doen, dan kunnen we uitstekend voetballen. De kansen die jullie kregen, kreeg Utrecht niet. Nee, dat klopt. Maar kijk, we hadden er misschien nog wel meer af kunnen dwingen als we ook in de eerste helft hadden laten zien wat we in de tweede helft lieten zien. Dus daar zit zeker nog wel rek in. Maar het is wel jammer, want het was ons goed gepast om minimaal een punt mee te nemen. Natuurlijk voor de ranglijst, maar ook wel voor het gevoel. De ploeg die je zondagavond op bezoek krijgt, dat is een ploeg die getypeerd wordt als een vechtmachine. Ja, zeker. Dat doen ze goed. Maar ik vind dat je ze iets te kort doet als je ze alleen maar een vechtmachine noemt. Want ze hebben ook wel een goed plan. Goede spelopvatting. En dat doen ze ook op een agressieve manier. Dus dat is best wel een lastig te bespelen ploeg. Voor iedereen is ook wel gebleken. Dus ze zijn daar goed bezig. Heb je nog teruggekeken naar de eerste wedstrijd tegen Almere City? Uiteraard. En we hebben de laatste wedstrijden gezien. Dus we weten wat ze doen, hoe ze het doen. En we weten ook waar eventueel voor ons mogelijkheden liggen en waar we alert op moeten zijn. Dus we hebben ons goed voorbereid, want we weten dat het natuurlijk een hartstikke belangrijke wedstrijd is. Goed, Venović is er niet bij, die is geschorst. Ja. Wat is er met Anas aan de hand, Anas Orhim? Ja, die is naar het buitenland afgereisd om een transfer af te ronden. Dus die toestemming en die afspraken die lagen er al met de club. En nu is daar iets voorbij gekomen. Dus hij is daar nu naartoe. Kijken of dat ook rond gaat komen. Dus die is er niet bij. En inderdaad is Marco er niet bij met een schorsing. En is Lasse is er niet bij met een blessure. Maar die is alweer op de weg terug. Almere City, een ploeg die iets hoger staat dan Heracles Almelo. Wat vind je van de ploeg? Ja, wat ik net zei, ik vind het een goede ploeg. Ze zijn agressief, hebben een goede spelopvatting. Het is niet alleen maar lange ballen of 1-op-1 of weet ik wat. Ze voetballen als ze kunnen. En ze doen niet moeilijk als het niet kan. Dus dat hebben ze goed voor elkaar. En ze hebben inderdaad, daar halen ze wel veel punten mee. Dat is best lastig om te bestrijden. Maar voor ons is het wel belangrijk, want als je naar de stand kijkt, dan willen we heel graag het gaatje naar boven dichten. En dan zijn dit wel wedstrijden waar je eigenlijk wat punten moet halen. Het verschil is 4 punten. Dat betekent dus dat je ze heel dicht kunt naderen. Ja, het is 5. Maar we kunnen ze wel dicht naderen. Ja. Een wedstrijd met een vol stadion op een waardeloze tijd. Ja, dat is inderdaad waar. We zijn de allerlaatste in het weekend die moeten spelen. Vorige weekend waren we de eerste. Dus dat is vooral jammer voor het publiek. En aan de andere kant is het toch prachtig dat het vol huis is. En ik hoop eigenlijk dat we net zo'n steun krijgen als dat we tegen Vitesse hebben gehad. Toen wouden we ook heel scherp en agressief beginnen. Dat willen we nu natuurlijk ook graag. Maar in ieder geval die steun, die doet ons wel goed. In Utrecht was het uiteindelijk precies hetzelfde. Geweldig uitvak wat van minuut 1 tot en met minuut 100 ons geweldig gesteund heeft. Dus dat voelen wij echt wel. Ik denk dat je daar niet aan hoeft te twijfelen. Nee, dat twijfel ik ook niet aan. Want dat is tot nu toe echt goed geweest. En dat is ook wel belangrijk voor ons. Want we hebben gewoon maar één doelstelling. En dat is gewoon in de Eredivisie blijven. En dan zal niet alles goed gaan en dan zullen we niet iedere week winnen. Maar die onvoorwaardelijke steun van die supporters, die kunnen we dan wel echt heel goed gebruiken. Er staan nog 4 ploegen onder jullie. Dat betekent dat als het einde zover is, dan is het goed. Ja, zeker. Maar de weg is nog lang. We willen liever naar boven kijken dan naar onder. Dus daarom zijn wedstrijden zoals zondag natuurlijk belangrijk. En we willen ook gewoon beter worden als team. En als we dat namelijk voor elkaar krijgen, dan heb je ook meer kans om te winnen. Er is een hele grote groep in de Eredivisie die wat dicht bij elkaar ligt qua niveau, qua spel. Dus er zijn ook nog wel heel veel punten te winnen en daar gaan we ook voor. Wijkt het elftal van aanstaande zondag veel af van het elftal tegen Utrecht? Het is nog een beetje vroeg om de opstelling aan je te geven. Dan weet je wel hoe dat gaat. Maar we moeten niet iedereen wijzer maken dan dat hij is. Maar we hebben in ieder geval wel weer een aantal jongens terug. Hè. Emiel die afhaakte in de voorbereiding richting Utrecht. Brian Limbombe die weer zijn schorsing erop heeft zitten gelukkig. Dus wat dat betreft hebben we wel weer wat andere smaken.